Pakawa. Kom, ik laat jullie zien wat ik vandaag ga maken. Oké, dit is kip gehakt. Ik heb gekruid. Ik heb een beetje ketchupsaus gezet. Peper, knoflook, uien, zwarte peper. Jij bepaalt zelf wat voor kruiden je wilt gebruiken, weet je? En die wontonvelletjes, we gaan daarin doen. Dus check even verder. Ja, ik ga jullie ook laten zien hoe ik het ga stomen. Ik heb gewoon in de rijstkoker heb ik water gedaan. En dan zet ik dit erop. En hierin ga die dingen stellen. Oké, hier heb ik die wontonvelletjes. Hier heb ik die kip gehakt. Dus we gaan gewoon hierin doen. En dan daarin zetten. Kijk, zie je? Of niet te veel. Een klein beetje. Ja, zoiets. Dan doe ik hem zo dicht maken. Kijk, als het te veel is, haal je hem zo weg. Weet je, dan maak je zulke rondjes. Of je kan ook driehoekjes maken. Maar ik maak ze gewoon zo. Weet je? Zo is het makkelijk. Kijk, je kan ook zo maken. Driehoekjes kan je ook maken. Net als simosa. Je kan ook net als een lumpia maken. Maar ik vind het gewoon, deze vind ik het gewoon. Oké, ik ga ze nu, sorteren hierin en dan gewoon in de rijst koken. Ik kan nog wat in. En dan zetten we zo hierin. Afdekken. En wachten 15 minuten. Yes. Let's check die dimsum. Ook al klaar. Yes. En dat ziet lekker uit. Oké, ik ga die dimsum ook even proeven met deze saus. Ik heb het kapot gemaakt. Ik heb het zelf gedaan. Perfect. Lekker. Lekker pittig heb je gemaakt.